Hey, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog. Het is de eerste vlog van januari. Het is vandaag 3 januari en vandaag begin ik met vloggen. Het is maandag. Super nice. Ik hoop heel erg dat jullie een heel erg fijn uiteinde hebben gehad. En dat dit jaar jullie heel veel moois mag brengen. En ik hoop niet dat je heel erg vastzit aan voornemens en dat dingen nu moeten. Het is ook maar gewoon een nieuwe dag. Let it be. Gewoon een beetje. Wat ik in ieder geval wel heb, zijn een soort van challenges voor deze maand. En dat omdat ik het gewoon heel erg leuk vind. En niet omdat ik het moet of zo streng ben voor mezelf in die trant, zeg maar. Maar Zico en ik doen eigenlijk altijd Dry January. Dat vinden we gewoon leuk. Daarnaast gaat Zico meedoen met een maand geen vlees eten. En daarnaast moet ik elke dag iets qua beweging doen van mezelf. Omdat ik dat super leuk vind. En dat sporadisch doen gaat me best wel goed af. Maar ik wil eigenlijk een beetje dat het als routine erin komt. Dus dat ik soms lekker naar buiten ga om te wandelen. Dat ik ga hula hoepen. Omdat dat gewoon een stuk gezonder voor mij is. En eigenlijk moest ik dat ook van revalideren. Sporten. En nu zijn sportscholen dicht. Dus wil ik eigenlijk gewoon dat een beetje gaan oppakken. Omdat dat gewoon heel erg gezond voor mij is. En op een leuke manier wil ik dat gaan doen. Ik heb vanmorgen een hele ochtend voor mijn gevoel erop zitten. Het is nu bijna 11:30 en ik heb gedoucht en mijn haar is denk ik alweer bijna droog. Het zit al de hele tijd hierin. Maar ik was aan het bellen met de een, aan het facetimen met Romanen. Of zo, van alles gewoon gedaan en een beetje een to-do-lijst gedaan wat ik vandaag wil gaan doen. Ik ben ook bezig met een andere soort van challenge vastleggen op YouTube. En ik wil vandaag de kerstboom opruimen, dus het is best wel een drukke dag. Leuke dag. Oké, ik heb inmiddels mijn haar eventjes gedaan. Gewoon simpel met die airwrap gewoon er doorheen. En ik ben dus een serie nog aan het luisteren. En ik ben even een beetje mailtjes aan het beantwoorden. Verder ga ik zo meteen weer Loes ophalen. Maar ik wil eventjes een beginnetje maken in de kerstboom aftuigen. En dan kan ik... Sorry. Kan ik wel verder gaan zodra ze er is, want... zij is gewoon een stuk meubilair in mijn huis. Dus ik hoef haar niet, weet ik veel. Ik zet haar gewoon op de bank neer en het komt goed. En ik heb gewoon een hele chille outfit aan. Helemaal niet noemenswaardig. Vest van Zico. Die komt binnenkort in een Vinted video. En een shirtje van Kringloop. En een broek van ASOS, een oude. Maar je zal het zo meteen. Maar dat zal je zo meteen even wat beter zien. Deze gaat nu eruit. Ik ga een beginnetje maken. Want ik moet over een kwartier alweer weg om er dus op te halen. Er staat gewoon een doosje. Leeg doosje onder de zandtafel. Die challenge waar ik het nu over heb, dus dat gaat over opruimen, declutteren en zo. Dus dat kan ik zelf blijkbaar heel goed gebruiken. En ik liep net voorbij, dit boeket. Ik had dat helemaal vergeten te vertellen in de vorige vlog. Dat was dat ik de, hoe heet dat? Nou, hoe noem je dat? De kerst, mijn kerstcadeaus ging laten zien. Maar ik heb van Zico ook Blue Moon gekregen. Ik krijg nu 3 maanden lang een Blue Moon boeket. Ik ben helemaal... weg van bloemen. En daar ben ik heel blij mee. Ik heb ook nog deze staan. Niet heel goed doen op het moment. Dus helemaal blij. Ik zweer je, jullie allemaal. Ik wilde nog zeggen dat ik altijd de ballen gewoon bij elkaar... Ja, jullie zelf stonden op de wasmand. Statiefje. Ik wilde nog zeggen van dat ik alle ballen altijd gewoon maar bij elkaar doe. En dat het eigenlijk altijd goed gaat. La 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 la. En nu liet ik er eentje vallen. Maar ja, kan passeren. Dat was ook een van de laatste nog glazen ballen die ik had eigenlijk. Hoewel ik er nu met deze kerst alweer een paar in de kringloop bij heb gekocht. Maar vind ik niet zo heel erg. Gelukkig was het niet een van mijn favorietjes. Maar heel veel is gewoon plastic wat er bij mij in zit. Of stof. Dus ja. Oh nee! Oh, wel precies dezelfde. Wat een pannenkoek ben ik ook. Voor het stoppen van de put op die stippen, om maar echt moeilijker te maken, ook al.
Jongens, de hele dag is, of de halve dag sinds jullie mij voor laatst hebben gezien, is Marlissa. Is oké. Wat we nu gaan doen is eventjes naar de supermarkt nog, want ik kwam er net achter dat de poedersuiker half op is. Helemaal op is er eigenlijk. En we gaan oliebollen bakken. Kijk, het gaat niet goed. Het is moeilijker dan ik dacht. Oké, de eerste hadden allemaal een beetje rare stukken. Dus een beetje je eerste pannenkoek. Maar nu lukt het best wel goed. Als in, ze zien er best wel uit als bollen. Ja, camera stond niet aan. Ik had hem neergezet en ik dacht, dit wordt een heel leuk shot. Want ik was bezig met de boom weghalen. En het is echt een takkenbende geworden. Oh, ik moet even een beetje voorbij komen. Zo, een bende, want het is achtergebleven. Want er zat nog water in de houder van de kerstboom, zeg maar. En dat is wel een beetje omgegaan. Dus dat ga ik nu allemaal even een beetje schoonmaken. En dan heb ik weer het hoekje terug. Want ja, hier stond gewoon helemaal de kerstboom. Dus dat is best wel chill. En dit bankje waar nu dus de kerstspullen nog op liggen, die staat heel vaak daar. Dus dan heb ik weer meer ruimte voor mijn gevoel. Dus eigenlijk best wel heel erg relaxed. Ah, wat een beetje. Oh my god, ik heb mijn shirt zelfs uitgedaan. Ik zit in mijn hemdje, ik heb het zo warm. Maar kijk hoe leeg de vensterbank nu is. Daar zijn we het niet mee eens, hè Poes? Ja, jij trouwens wel. Dan kan jij weer languit overal liggen. Maar ik moet een extra doos. Ik ga nu deze doos vullen. Dat had ik helemaal niet. Dus ik ben afgelopen kerst en daarvoor flink geslaagd in de kringloop. Ik heb niet iets nieuws gekocht afgelopen kerst. Maar allemaal dingen in de kringloop. En ik weet nu al dat ik volgend jaar nog meer ga. In zin van nog groter, meer lampjes, meer hoekjes in huis. Nu al zin in. Maar ik ben ook wel heel blij dat het weg is. Omdat het, ik weet niet, het representeert altijd er gewoon wel weer gewoon even lekker opruimen. Ik ben nu ook bezig met een opruimchallenge dus. Volgens mij heb ik het al 4 keer gezegd, maar dat is echt super lekker. En het is nu langer licht buiten, dus ik ben gewoon helemaal blij. Het is inmiddels 6:30. Omdat we dus geen vlees eten, is dat voor Zico een kans blijkbaar om heel vindingrijk te gaan doen. En allemaal, weet ik veel, inspiratie op te doen. Want hij is van alles al aan het maken. En hij is nu ook weer van alles bedacht om te gaan eten vanavond. En we gaan nu naar de Jumbo op de Oostelijkse Handelskade. In Amsterdam-Noord is dat. En dat is dus een foodmarkt, noem je dat toch? Ja. De Jumbo Foodmarkt. En bij de Jumbo Foodmarkt, die is gewoon super groot. En daar zit dus een pizzeria. En van alles zit er gewoon waar je vers eten kan halen. En daar is het assortiment van vegetarische... en daar is het vegetarische assortiment, bedoel ik. Heel mega groot. Dus dat is heel erg leuk. En daar gaan we nu dus naartoe. Ik heb wel heel veel Zico. Heb je hem nou losgemaakt? Oh my god. Ik wou net zeggen, ik heb dus heel veel kerstspullen al weggehaald. Eigenlijk alles. Behalve de kerstkrans. En toch is Zico weg. Maar hij moet er ook af. Het is voorbij. Kerst is voorbij. Let's go to the Jumbo. Heel dom. Ik zei tegen jullie, ja, de Jumbo op Oostelijkse Handelskade. Dat is helemaal niet waar. Het is gedempt Hamerkanaal. Daar tegenover, voordat je erin rijdt, zit ook een Dirk van den Broek, volgens mij. En daar tegenover zit zeg maar onze favoriete snackbar. En dus onze snackbar van toen we nog in Amsterdam-Noord woonden eigenlijk. Onze go-to. Dat is namelijk het Smikkelhoekje. Kijk, Food Market Amsterdam. En dan gaan we hier nu parkeren. En ik merk dat ik een beetje aan het reminiscen ben over dat we hier dus woonden. Maar hierachter zit Stork. Dat is een heel erg leuk en fijn visrestaurant. En gewoon heel dit hele stuk vind ik altijd echt heel erg leuk. En ik zou best wel graag weer in Amsterdam-Noord gewoon willen wonen. Oké, Zico heeft al iets bedacht wat we gaan eten, maar ik heb geen idee. Oké, we hebben nodig dragoen. Dragon? Dragon. Maar de echte... Zico, wat is dragon? Weet ik niet. Wat staat hierop? In ieder geval, kijk, dit is de supermarkt. Pizza, Asian, sushi, broodjes, salades en dan ga je de hoek nog om. Maar we gaan nu op zoek naar dragon. En kijk, ze hebben hier gewoon echt een heel ding met vega. En allemaal maaltijden, maar deze waren hier nou ook vega. Ja, alles, alle maaltijden hier allemaal vega. En ze hebben hier ook echt een heel groot assortiment met vegetarische slager onder andere. En hun eigen merk staat hier ook echt heel veel. Maar het is allemaal goede voornemens denk ik. Die mensen die geen vlees willen eten meer of minder. Hè?
Ja, hier moet je zijn. En kijk, hier is ook echt van alles. En ja, iedere keer zie ik wel iets nieuws. Dus het is altijd wel heel erg leuk om hier te kijken. En bijvoorbeeld bij onze app is die en die is er of zo, weet je wel. En dan deze heb ik nog nooit eerder gezien. Dus het is best wel leuk. En mijn favoriete afdeling, kaas. We hebben boodschappen gehaald dus bij de Jumbo. En wat we precies hebben gehaald, kan ik jullie niet vertellen. Want ik mocht een aantal dingen niet zien van Zico. Dit omdat hij eigenlijk altijd mij wil verrassen. Altijd verrassingjes doet. Altijd weer iets bedenkt om te maken. Ergens heen te gaan. Dus ik word eigenlijk wel, nou, per week minimaal 2-3 keer verrast door Zico met dingen. Ik slaap bijvoorbeeld heel slecht. En toen op een gegeven moment om 3 uur 's nachts werd Zico wakker. En toen merkte hij dat ik wakker was. En toen zei hij, oké, kom op, schoenen aan, jas aan, we gaan naar buiten. We're going on an adventure. En hij noemt dat de hele tijd zo, we're going on an adventure. En de ene keer gaat hij dan uitzoeken wat voor broodjeszaak waar we gaan eten. Welk restaurant mocht dat dan open zijn geweest. Of in dit geval dat hij voor me gaat koken. Nadat hij de hele dag gewerkt heeft. Dus het is echt een engel. Maak ik het goed gezegd zo? Of had hij nog iets anders in het script staan? Heel goed vriendje, Zico dus. Heel goed. Heel goed. Heel goed. En nu gaan we weer om de weg naar huis. Dag, Smikkel. Smikkelkutje. Zei het nou tegelijkertijd doei tegen het Smikkelhoekje? Kutje. Ja, Zico noemt het Smikkelkutje, maar dat vind ik een beetje stom. Dus probeer ik overheen te praten. Inmiddels zijn we thuis en nu mag ik dus niet kijken in de keuken wat er gebeurt. Ik mag het allemaal niet weten. Dus mijn beweging moet nog gebeuren. Dus ik ga nu een half uurtje hula hoepen. Veel plezier met kijken naar deze timelapse. Het ziet er altijd uit als The Sims. Ik heb een beetje warm. Het is gewoon een hemdje hoor. Voordat je denkt dat ik in mijn BH zit. Okay, het ruikt echt super, super lekker. Zico die heeft limonade al in een kan gezet en hier neergezet. En de saus neergezet, maar verder weet ik helemaal niks. Ik weet natuurlijk een beetje wat hij heeft gehaald. En hij had ook op een gegeven moment hamburgerbroodjes. Dus ik denk dat we wel iets van een hamburger variant hebben. En ik denk dus dat hij met dragon een soort van saus heeft gemaakt. Voor op misschien de burgerbroodjes. Wat voor burgers dat zijn, weet ik niet. Oh my god, hij heeft zelfs prikkers in de burger. Dat vindt hij zo leuk. Een dubbele? Ja. Wat is dit allemaal? Kijk nou! Oh, het ruikt zo. Het ruikt naar kip. Oh my god, kijk nou die harde koketten. Hoe heet? Het ruikt naar kip. Ja, heet ook. Is het nepkip? Het is nepkip. Oeh! Het is een veggie met chicken. Nee, het is niet veggie met chicken, maar. En dat dragon is, heb je gebruikt in de saus? Ja. Oké, enjoy. Hoe ga ik dit in godsnaam in één keer eten? Dat weet ik niet, daar had ik niet over nagedacht. Nee. Maar. En? Lekker? Heel lekker. Ja? Mmm. Oh, sorry. Maakt niet uit. Ja, erg content mee. Mmm. Nou, vind je dit nou naar vlees smaken? Ik wel namelijk. Ik vind het echt naar kip smaken. Ja. En wat vind je van de saus? Lekker. Ik ook. Wij gaan nu Catching Killers kijken. Dat is een docu-serie op Netflix. Van Netflix Originals ook volgens mij. En elke aflevering kijk je mee met de politiekorps die een killer hebben gecatcht. En dan gaan ze erover vertellen. En toevallig deze die we nu kijken heeft wel 2 afleveringen. De Happy Face Killer. Klinkt super creepy. Nou, ik heb zo ontzettend lekker gegeten. Ik heb aan Zico gevraagd of hij het linkje van het recept met mij wil delen. Dan zal ik hem in de beschrijving zetten. Maar de burger die Zico heeft gebruikt is dus deze. De Pluimfeest Burger. Krokante veganistische burger op basis van soja, vitamine B12, ijzer en een bron van eiwit. Echt heel lekker. Ja, ik heb hetzelfde aan. Nee, het is niet dezelfde dag. Het is gewoon echt woensdag inmiddels. En vandaag heb ik gewoon de hele dag een beetje besteed binnen. Wat gewerkt op mijn laptop. In huis opgeruimd. En van alles gedaan. Zico en ik zijn net samen naar de supermarkt geweest. Want hij heeft weer een recept uitgekozen. Die hij nog nooit heeft gemaakt. En vandaag dus wilde maken voor ons. Superleuk. Ik heb net heel eventjes de tafel een beetje gedekt. En wat kaarsen aangedaan.
Daar staan er een paar. Oh, en ik heb trouwens het Bloemon boeket. Zo. Wat ik van Zik heb gekregen, even hier neergezet. Ik merkte dat ik het heel leeg vond omdat de kerstboom weg is. Daar nog wat kaarsjes. Heel gezellig het wasrek. Maar ja, dit heb ik dus vandaag gedaan. En we hebben dus kleine bordjes. Dus ik ben heel erg benieuwd wat we eten. Oké, Zik zegt dat hij niks kan zeggen daarover. We hebben net wel samen boodschappen gedaan. Dus een aantal van de boodschappen weet ik wel. En we hebben echt drie van... Gezondheid. Ik schrok me dood. Drie verschillende soorten vis. We hadden volgens mij pagasiusfilet, garnalen en anchovis. Maar met anchovis had hij er maar eentje nodig. En we hebben kappertjes, peterselie, aardappeltjes, een salade, tomaat, komkommer. Volgens mij heb ik bijna alles wel genoemd. Dus ik ben heel erg benieuwd wat het gaat worden. Waarschijnlijk weer heel erg lekker. Zik heeft net homemade ravigotsaus gemaakt. Ik heb al twee keer geproefd. Erg lekker. En hij zegt net, ben je ready? I was born ready. Born for food. Zit het allemaal in één pan? Ja. Dus het is een ovenschotel. Ja, het is een ovenschotel. Oké. Zijn gezicht is zo lief. Oh my god, je hebt een viskapsalon gemaakt. Vissalon. Vissalon! Oh my god, er zit zelfs kaas op. Oh, ik weet niet wat ik daarvan vind. Maar ik had het anders nooit geprobeerd, dus ik ben hartstikke blij hoor. Dat is gewoon niet onaardig bedoeld. Zo. Kaas op garnalen, Zico. Ja, ik heb geen idee. Nou, we hebben een vissalonnetje met verse salade, een beetje salade eroverheen. Krieltjes. Ja, kom zitten. Eroverheen. Gemarineerde vis. Krieltjes, gemarineerde vis. En een andere pagasiusfilet. Pagasiusfilet en een garnaaltje. Een garnaaltje zit erbij. Ja, anchovies? Nee. Of zit dat hierin? Nee, ja, daar overheen zit een lekker saladetje van die poeski, ons eten. En een gemengde salade. Huisgemaakte ravigotsaus. Met een extra augurkje. Ja, dat niet verwacht dat ik het zou doen. Zikkelus geen augurk. Ja. En het is gewoon prikken op je bordje, een beetje erbij. Oh, lief, wat leuk. Oké, ik ga saus opscheppen. Dan zou ik zeggen, pas toe. Eet smakelijk. Gewoon zo. Ja. Oh, het ruikt bijzonder lekker. Voor jou ook een beetje, ja? Oh, het is wel iets kleiner schepje. Oh, wacht, ik kan nog meer pakken. Oh, ik ga gewoon voor de full blown. Ik heb en pagasiusvlees en garnaal en kaas en... Saus. Oh nee, geen saus nog. Nu wel. Ah, aardappel bedoel ik. Hè? Lekker, hè? Ja, maar die kaas is zo raar. Dan? Maar ja, omdat het lekker is. Kaas op vis. Wanneer doe je kaas op vis? Met welk gerecht? Nou, met flapsalon. Met vissalon. Heb je weer een recept gevolgd, toch? Dat ik weer kan delen. Mm-hmm. Wat vind je er zelf van? Lekker hoor. Ja, hè? Ik ben benieuwd of jullie deze ook gaan maken. En wij gaan nu Netflixen. Oh, de Zik heeft iets uitgekozen. Crime Scene, The Times Square Killer. Season 1, aflevering 1. Ik weet niet hoeveel afleveringen het hebben. Oh, je proeft die citroen ook. Heerlijk. Goedemorgen. Vandaag is het donderdag en vandaag ga ik eindelijk weer eens een keer ergens heen. oh, daar ben ik zo blij mee. Ik ga naar Julie en haar kinderen toe. Julie heeft namelijk een eigen webshop, Julcy. En daarvoor gaan wij samen vandaag content proberen te maken. Wat echt super leuk is. Ik heb ook echt mijn halve huis leeggehaald. Moet je kijken. Allemaal hopelijk props en natuurlijk mijn camera. En hier staat was. Ik heb nog even was gedaan net. Nice. Ze heeft namelijk een aantal nieuwe producten zelf uitgebracht. Zelf gedesigned. Helemaal zelf gemaakt. Invulboeken. Voor bijvoorbeeld als je kinderen hebt. Dat je de eerste woordjes kan noteren. Wat er gegeten is. Allemaal hele schattige dingen. Dus ik zal nu niet te veel proberen uit te leggen. Want ik zal het zo meteen gewoon laten zien. Anders is het zo dubbel op. En die gaan een beetje fotograferen. En ik heb er echt heel erg veel zin in. Ik doe nooit echt productfotografie of zo. Ik heb daar ook nooit wat in geleerd. Ik doe ook nu maar gewoon wat. We gaan ook proberen wat filmpjes te maken. TikTokjes doe ik gewoon met mijn telefoon. Ik ben zeker geen pro erin. Maar ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen. Beetje creativiteit en, ja, en gezelligheid. Tot daar. Ja. Oh nee, nee, dat mag ook niet. Nou, misschien kan het wel. Oké, misschien kan het wel. Shit, ik vind het.
Welk dier is dat? Een wolf. Een wolf? Ja. Wauw, wat goed. Een dier? Ja. Ja. Dieren. Mag Emma ook een keer mee naar de dierentuin? Mag Emma ook een keer mee naar de dierentuin? Nee? Waarom niet? Wat moet ik dan doen? Mama wil kijken. Gaat mama naar de dierentuin toe met jou? Ja, papa ook. En papa ook. Senna ook. En Senna ook. En mag ik dan mee voor foto's maken? Ja. Ja, oké. Okay, dankjewel. Anders niet? Nee. Nee. Dag, Slam! Inmiddels is het bij ons zaterdag. En Zico en ik zijn samen van plan om nu weer de stad in te gaan voor iets lekkers te eten. We hebben nog niks gegeten. Het is al, ik denk, bijna 1 uur, half 1 sowieso wel geweest, gok ik. 10 voor half 1. Het is 10 voor half 1. Nooit aan mij vragen hoe laat het is, wat voor dag het is. Dat weten we inmiddels wel. Maar, ja, we gaan even naar buiten. En het gaat zo meteen wel regenen, dus dat is jammer. Maar ik heb ik noem het altijd baklava ook, maar zo baklava, zo heet het. Deze. Ik vind het heerlijk. Zico bepaalt dus altijd, in het weekend vindt hij het leuk om iets uit te zoeken. Hey, het ging niet helemaal volgens plan. Nou, de plek die Zico had uitgekozen hadden we achteraf toen we erbij reden. Zoiets van, nou laten we daar niet heen gaan. Toen dacht ik, oh my god, ik heb iets gezien op Instagram waar ik heel graag naartoe wil gaan. Dat is 4850 NL, zo heet het. Ik heb altijd ml gezegd, want ik dacht milliliter koffie, dat dacht ik. Maar dat is het niet, het is NL. Die broodjes komen dan zeg maar een paar weken, bieden ze die te koop aan. En sommige broodjes komen weer terug, omdat ze zo populair zijn. En ze hadden nu een broodje, het zag er lekker uit. Dus ik dacht, die wil ik. Ze hebben daar een Michelinster ook, dus we gingen daar net heen. En toen kwamen we aangelopen en toen waren er andere meiden ook nog voor ons. En toen stonden er allemaal blaadjes met sandwiches uitverkocht. Inmiddels weer voor een dichte deur gestaan. En nu hebben we... Kijk, geef het naar mij. Inmiddels zijn we bij Smelt. Huh? Smelt. Ja, maar is lekker. Oh, heerlijk. En we hebben een kaas voor u to go. En we gaan zo naar patat eten. Dus we gingen voor een broodje. Maar het is inmiddels... Zagrijnig. Want we hebben niet gegeten vandaag. Valt trouwens wel mee, maar gewoon. Dat je gewoon klaar bent. Nou, die valt niet mee. Dus helpt het. Oh my god, we zijn inmiddels thuis en ik heb het zo koud. Ik had een t-shirt alleen aan. Zo dom. Maar mijn vest die ik er overheen aan wou doen, die super warm is, die hing dus beneden. En toen ging dus die. Baklava. Ging ik pakken en toen dacht ik, oh, ik ga hem eens aandoen. En toen deed ik mijn jas eroverheen, ging ik gewoon even kijken hoe het stond. Vond ik gewoon leuk. En toen heb ik hem niet meer aangedaan. Maar kijk, hier hing hij aan de deur. Die wou ik dus aandoen. Ik heb het koud gehad. Maar ik denk, zeg niks tegen Zico, want anders gaat Zico zeggen, we gaan nu naar huis. Dus in de auto toen we naar huis gingen, zei ik het. Van, ik ben heel dom geweest, ik heb alleen een t-shirt aan. Toen kreeg ik alleen maar een eye roll, dus daar heb ik het mee gedaan. Ik had nog... een koekenmannetje, koekje gehaald. En het regende. En toen zijn we maar gewoon naar de auto gegaan. En toen hebben we onderweg nog in Osaan zijn we gestopt bij een visboer. Waar we nog nooit waren geweest. En er waren 2 reviews. En er was 2 keer 5 sterren. Dus die wilden we heel graag eventjes proberen. Dus daar zijn we geweest. En nu zijn we weer thuis. En nu zei ik tegen Zico van, oh my god, zullen we gewoon naar op bed? Gewoon allebei thee nemen. Op bed liggen. Ik heb een warmtedekentje, die even aandoen en als een serie verder kijken. We kijken nu de Times Square Killer. We kijken echt hele gezellige series. En Zico die is heel erg benieuwd wat hij dus nu gaat maken nog vanavond. Want hij gaat dus deze week koken. Allemaal vegetarische dingen. Niet helemaal, want we hebben ook vis gegeten. Maar geen vleesdingen. En aankomende week ben ik. Maar eigenlijk kook ik dus 9 van de 10 keer vegetarisch. Maar nu ga ik dus ook een week nieuwe recepten zoeken en proberen en doen. Dus dat is wel heel erg leuk. Maken we deze maand een beetje leuk. Dus dat komt in de volgende vlog pas hoor. Niet in deze. Maar mocht je nog goede tips hebben voor ons, laat het eventjes weten. En dan kunnen we die eventueel een keertje meenemen. Ik doe wel met George McCann. Ja! Hij plas bijna mijn broek! Maakt geen rijtje. Maar, oh, hoe laat is het dan? Als we aankomen? Ja! Dan kunnen we ongeveer 2 uur rondlopen daar. Ja, als je dat wil, dan gaan we dat doen. Maar dat is wel 3 uur van onze tijd, dat is wel veel, hè? Ja, natuurlijk is het veel, maar als jij dat wil, dan wil je dat. Dat is helemaal prima. Voor een uurtje.
Oké, kijk. Het is 4:05 en we zitten gewoon... Hij zat op dat bankje, ik zat op de bank heel even te relaxen. En op een gegeven moment zegt Zico, oké, let's go. We're going on an adventure. En dat zegt hij altijd wanneer we iets gaan doen echt. En hij zei vanmiddag ook al, we moeten echt een keer naar de grootste supermarkt van Nederland. En toen zei ik, ja, wat is dat, die Jumbo? Waar is die ook weer? Toen zei Zico, Breda. Dus net zegt Zico, laten we gaan. Neem je wel even je laptop mee, dan kunnen we iets kijken. Dus ik zei, gaan we naar Breda? Toen zei hij, natuurlijk gaan we naar Breda. Dus typisch Zico, gaan we naar Breda. Maar het is 4:00. Nou ja, als hij dat wil. Zico werkt echt super hard en super veel, dus... ik heb een beetje de instelling van, prima, let's go. Als jij dat wil, als jij er blij van wordt, dan vind ik dat helemaal gelukkig en goed. Dan word ik er ook blij van. Dus. Ik heb een andere jas aan, want mijn Nike jas van net is nog nat. Ben je blij dat we er zijn? Ja. Ja. Nou, het is inderdaad echt mega, mega groot. Je moet wel ja zeggen. Je moet wel ja. Tering ver gereden. Maar ja, het is hier echt heel erg groot en het doet me gewoon denken aan onze foodmarkt, maar dan, of zeg maar onze Jumbo foodmarkt, maar dan wat uitgebreider en heel leuk. Ik was Zico kwijt en hij staat bij de... Oh, ik dacht even de frituur, maar het is bij gezonde dingen. Ja, ja. Jij dacht? We hebben hier wijn. Ja, we hebben een alcoholvrije wijn. Kijk of die lekker is. Maken we alcoholvrij feestelijke smoot. Feestelijke smoot. Dat is ook weer zo'n alcoholvrij cocktail. Mocktail. Mocktail. Maar dat doe je toch niet met rode wijn? Ik hou mijn mond, jij kan het proberen. Meteen negatief was ik, maar ik was ziek even kwijt. Ik ging even cayennepeper halen. Maar we zijn denk ik 30 minuten, 35 minuten in de winkel geweest. Het was een hele leuke winkel. Wij gaan nu op de terugweg de aflevering die gisteren online is gekomen. De podcast bedoel ik. Die is online gekomen van Moordcast, van Dionne. Moordcast. We hebben net degene van de Cabin Murders gehoord. Die was echt gruesome. Heet die eigenlijk Cabin Murders? Ik ga het even voor jullie zeggen. Ja, de Christmas Cabin Murders. En nu gaan we de zaak van Didi en Gypsy Rose Blanchard. Moordcast nummer 30. Ik vind het altijd verschrikkelijk als ik bij ben met podcast. Dat ik iedere keer een week moet wachten. Dus Dionne, mocht je tijd hebben, zin hebben. Als je dubbel wil uploaden, maak je mij heel blij. Gaan we. Nee, ik heb er één keer gezien. Maar ik denk niet dat zij nog weet wie ik ben. Welkom bij deze nieuwe moordcast. Ja, doe maar. Nee. Dat kan niet op beeld, hè, jongens. Het alcoholvrije wijn. Goed, hè? We zijn heel goed bezig. Maar ja, het is nu nog voor een maandje. Wacht maar tot het februari is, dan gaan we weer toe. Nee, nou. Wat dan? Nou, als je dat ook niet... Als je, dan gaat het natuurlijk op dat je... Oh ja, ik ga een nieuw traject in. En revalidatietraject. Mag ik ook geen alcohol drinken? Niet dat, dat boeit me niet hoor. Maar ik weet niet wanneer dat gaat beginnen. Doe ik met je mee, hè? Ja, je gaat met me meedoen. Dat vind ik heel lief. Het ruikt gewoon naar wijn. Op jou. Nou, op jou ook. Gadver, gooi me erin. Gooi me bij die. Ja. Bij dat fruit, ja. Oh, God, voor de benen, zeg. Dus het gaat nu in de. Blender met fruit. Misschien hebben we dan een beetje sangria effect. Ik hoop het. Is niet een... Het was niet te nassen. Enjoy it. Ja. Wat we hebben gehaald voor avondeten, terwijl ik eigenlijk echt vol zit. We hebben ook in de auto terug, hebben we dus zakken chips, druiven en allebei wat drinken. In de auto gedronken en gegeten tijdens het luisteren naar de podcast. En we hebben dit eigenlijk als avondeten. Future Burger. En we hebben verse frieten. Versie, nou ja, die liggen. Meteen weer een pannetje met olie. Die liggen hier. Frituren. Wil je echt weer frituren? Natuurlijk. Ja, daar hebben we het gehaald. Yes. 4 weken in de frituurpan. Zico is helemaal in zijn element met de burgers die we dus vandaag gaan eten. En dat bakken. Weet je wat Zico eigenlijk wel een droom van hem is? Hij wil een McDonald's hebben. Of ownen, zeg maar. Dat is een droom. Ik ga sowieso nog een keer werken bij de McDonald's. Je gaat werken bij de McDonald's? Ja, ik ga het wel een keer doen. Ja, prima.
Die Future Burger was super lekker. Ik had het niet meer gefilmd, maar het was echt heel erg lekker. En ik heb sowieso deze hele week super lekker gegeten. Ik krijg wel eens commentaar op dat Sico heel veel werkt en dan ook nog heel veel voor mij doet. En bijvoorbeeld nu deze week ben ik een beetje bang dat er misschien wat mensen gaan zeggen over dat hij dus het gekookt heeft. Hij wou dat heel graag zelf. Hij vond het super leuk om te doen. En hij vindt het gewoon echt heel erg leuk. Koken is gewoon een hobby van hem. Hij heeft ook een horeca onderneming natuurlijk met eten maken. Dus het is gewoon iets wat hij super leuk vindt om te doen. En om mij te verrassen en te verwennen. Dat is gewoon iets wat hij heel erg leuk vindt. Dus ik hoop dat jullie dat een beetje leuk vonden om te zien. De tweede... Ik krijg een spam sms. Waarom staat onze privévideo op deze website met een website van een nummer dat ik niet ken? Nooit op dat soort shit klikken. Even tussendoor. Maar die burger, die double stack burger met die bofkip burger of zo, zo lekker met die dragonsaus. Die zal in de beschrijving staan en ook eventjes die vissalon. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht dat hier zijn gekomen, laat dan even sowieso het woord eten achter. Want ik heb echt heerlijk gegeten deze week. Bedankt, tot snel. Doei doei. Mwah. Oh, en zondag komt er een vintage video.